Het is vrij rustig op de auto- en importmarkt. Deze conclusie trok handelsminister Reshma Kuldeep Singh eerder deze week. De bewindsvrouw benadrukte dat er nieuwe regels zijn gemaakt waar de autohandelaren zich aan moeten houden. We hebben gezegd, we houden ons aan de regels. Auto's ouder dan 8 jaar mogen niet naar Suriname komen. Dus de handelaren weten, we hebben afspraken met ze, dat ze binnen een bepaalde tijd, binnen een bepaalde periode, dat ze hun auto's binnenbrengen. En als ze niet binnenbrengen, dan wordt er geen goedkeuring gegeven, want ontheffingen worden gegeven voordat je importeert. Kuldeep Singh geeft verder aan dat de oude bestendingen aan voertuigen gewoon doorverkocht mogen worden. Ze zeggen dat er ook een grote vraag is voor de import van elektrische voertuigen. Ja, kijk, de vraag gaat niet bij het ministerie van Economische Zaken komen. Importen, dat gaat via financiën. Maar we hebben wel aanvragen gehad van heel wat importeurs die wel willen importeren. Dus of de vraag bij de samenleving groot is, dat ga ik u niet kunnen zeggen. De minister heeft nog geen onderzoek laten instellen naar ontwikkelingen rond de import van elektrische voertuigen.